Apex Twin. Apex Twin, ja. Ja. Ja, ik ken hem zelf. Ik heb een Apex Twin die ik ken, nota bene. Toen ik maakte een stukje muziek, Baby, gewoon uit een track van mij. En toen zei iemand, dat lijkt een beetje op Apex Twin. En toen, ik kende die knak helemaal. Daarom zei ik, ik was de meest conservatieve lul waarschijnlijk van die vooral. Ik schreef een melodie, de meeste mensen die zeiden, bullshit, je kap daarmee, weet je, gewoon, je moet gaan, helemaal gaan freaken op sound, hè, man. Ja. Niet drie noten spelen, één noot spelen en dan gewoon, nou. Ja, echt maar Apex Twin is, een beetje een grond leggen. Enorme impact gehad, maar ook een beetje een grond leggen dus ook. Ja, het mooie van hem is dat het komt echt voort uit zwekmethodiek is heel, heeft een eigen stijl daarin. En het is echt een underground muziek. En hij heeft er toch wel voor gezorgd dat zijn geluiden aan de man werden gebracht. Ja. Dus dat is echt nou een brengen van publiek werd getild. Ja. Als je nu zegt even zin, dan zegt iedereen. Ah, Ja, en ook Pietje Bel, weet je wel, van wat ik nog steeds echt de kracht vind, ook van internet en ook zeker van die hier voor One One zien. Van, er was natuurlijk altijd, gewoon er was een muziekrevolutie gaande, nog steeds. Het was een soort puntbeweging, weet je wel, en dat heeft Apex Twin ook bijvoorbeeld. Apex Twin heeft echt Madonna geweigerd. Die zei echt, ik vind het te snel. Ik wil er gewoon niet voor werken. Ik vind het klote muziek. Die weigerde gewoon. Ja. Evex Twin heeft echt ook wel eens voor een publiek gestaan. Dat hij een plaat, weet je wel, dan zette hij een plaat op. En dan ging hij met die pick-up naad gewoon. Over die. Er stond er natuurlijk echt, er stond er een zootje publiek voor hem. Wat ik ook volkomen snap. Die stonden echt heel gewichtig na te denken van, weet je wel. Die snappen het natuurlijk volkomen niet. Die stond hier gewoon te fucken. Ik bedoel, weet je wel. Ja, maar gewoon echt. Kijk, je hebt natuurlijk artiesten. Ik vind dat geweldig. Je hebt artiesten die zullen braaf hun ding doen. Kijk, Evox Twin heeft natuurlijk overal de grenzen opgezocht. Weet je wel. Ook in zijn video's. Die heeft video's gemaakt waarbij hij zichzelf vermonden met valse tanden. Zichzelf op lichamen van die Barbie-poppen die dansen. Maar ontzettend knap gemonteerd. Vreselijk freaky natuurlijk. Want je zit een meid met grote tieten. En je ziet zijn kop met rare tanden. En als een engert erop. Heel freaky is het. Maar ook vooral het publiek uitdagen, dat is natuurlijk. Maar heeft dat ook een ander.